Dit is Phoenix Park, op zo'n 2 uur rijden van de schaatshal. Hier vinden de sloopstijlwedstrijden plaats. En hoewel dit slechts een training is, zit het met de Olympische ambiance wel goed. En in deze sfeer maakt snowboarder Niek van der Velde zijn debuut op de Spelen. Dat was wel leuk, ja. Als je dan gaat dan de hekje door en dan kom je even langs die groep met Koreanen en je steekt maar 1 keer je hand op of zo en iedereen gaat dus, hey. Dus dat is wel leuk. Dat is wel anders dan bij de meeste wedstrijden. Dus dat is wel gaaf. Wat is er nog meer anders? Gewoon de sfeer eromheen, zeg maar. Als je al die tribunes en zo ziet en gewoon heel de venues en alles, dat is gewoon super groot. Dus ja, dat is gewoon veel groter dan bij alle andere wedstrijden. Van der Velde is onder de indruk van de entourage, maar kalm van binnen als het over de wedstrijd gaat. Heb je al een idee hoe het zaterdag gaat zijn? Gewoon een wedstrijd. Gewoon eigenlijk als een standaard wedstrijd, niet echt iets heel bijzonders of anders of zo, heb ik het idee. We komen hier gewoon om een run te landen voor Niek, dus daar gaat het om. En daar heb ik alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Hoe maak je het zo simpel? Ja, door het gewoon bij de basis te houden, denk ik. Dat is ook onze coachingsfilosofie een beetje. We gaan nooit heel erg uitgebreid in op hele diepe details. Want uiteindelijk hele simpele dingen, die moeten gewoon goed zijn. En dat is ook met dit verhaal, denk ik. Als je gewoon zorgt dat je goed eet, goed slaapt en goed traint, ja, dan komt de rest vanzelf. Wat is je plan zaterdag? Dat zul je dan wel zien, hè. Nou, ik ben nu nog bezig met de run aan het uitvogelen. Ik heb wel een grote deel in mijn hoofd, zeg maar, wat ik wil gaan doen. Maar het kan nog, zeg maar, hier en daar wat veranderen. Dus ja, ik weet het zelf nog niet helemaal 100%. Hij is heel relaxed op dit moment, ja. Nu, hij is wel blij dat de wedstrijd gaat beginnen. Nou, nu is het zover en nu kunnen we ook gewoon echt aan de slag. Dat was wel leuk.